We zijn hier vandaag te gast in het Mondriaanhuis en we gaan in verschillende ruimtes zien. We zijn vorige week hier ook al geweest. In een paar ruimtes hebben jullie ook al wat gedanst. En zijn voor vandaag gaan we tekenen, doen, riemen en nog een paar andere oefeningen. Ik ga jullie eerst even iets vertellen over het hele verhaal, hoe ik gekomen ben van Chinese calligrafie naar breakdance. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ben gek op China al sinds ik zo oud was als jullie. En in China hebben ze een ontzettend mooi schrift. En dat schrift, het is een heel bijzonder schrift, omdat ze niet zoals wij schrijven, zoals boom, B-O-O-N, maar zij tekenen gewoon een boompje. En of je dan uit Frankrijk komt, een Fransman die zegt, ah, ze hebben nagekomen. En een Nederlander zegt, oh, dat is een boom. En een Engelsman zegt, that's a tree of zoiets. En ze zeggen wel allemaal iets, en een Chinees die zegt dan weer iets anders, dat kan ik helaas niet uitspreken. Maar die karakters noemen ze dat, die mooie tekening, die kennen wij ook, want wij kennen ook zo'n tekening van zoals daarboven. Zo'n mannetje dat wisselt, dat betekent uitgang. En of je nou Nederlander bent, of je bent hier Amerikaan, dus ik ook hier heel veel Amerikanen bezoek in het Mondriaanhuis. Iedereen weet onmiddellijk, daar moet je de wereld uit. Terwijl ze kinderen natuurlijk ook de deur zien openstaan. Maar goed, dat kunnen ze er ook uit. Die Chinese karakters die zijn ontzettend mooi. Ik was in Taiwan en ik zag daar hele mooie getekende karakters. En ik heb die boek gekocht. En dit is een boek. En ik vond het zo mooi. En ja, je ziet gewoon hoe prachtig die getekend is. En toen dacht ik, van, ja, waar zou ik dat over gaan eigenlijk? En toen ben ik gaan vragen aan de directeur van het museum. Het was niet zo moeilijk omdat mevrouw Spaal, die bij ons heeft, die sprak al heel veel in het Chinees en die gaat de rondleidingen. En haar man die werkte daar bij een heel groot bedrijf dat gloeilampen maakte, mevrouw Philips. En die man, die directeur van het museum, die zei: kijk, wat hier staat, dat kun je ook niet lezen. Ze zei: dat kunnen wij niet lezen, maar daar hebben we vaak daarnaast in gewone klassieke karakters, dat uitgelegd dat wel getekend is. Maar je ziet wel dat hij hier zo'n prachtig teken maakt en hieronder heb je zo'n rood stempeltje. En dat is zijn handtekening. En dan weet je van, oh, dat heeft die Chinese kunstenaar heeft goed gemaakt. Hij is dan heel goed, een hele pagina en dan zie je weer die stempeltjes en dit is even één stukje uitgelicht. Nou, en dat is precies hetzelfde wat ze bij graffiti doen. Wel, mijn zoon Stefan, merkte ik ineens, dat hij met graffiti bezig was, heel vreemd. Want mijn vader die was een heel klassieke kunstschilder. En mijn broer die maakte glas in lood, ook heel klassiek. En zijn moeder die maakte ook prachtige tekeningen, ook eigenlijk heel figuratief, dus met figuren. En toen ineens kwam ik erachter dat mijn zoon iets maakte wat ik zelf eigenlijk vreselijk vond. Want ik vond altijd lelijk, al die lelijke dingen op de muren. Maar toen heeft hij me laten zien op internet dat er eigenlijk ontzettend veel mooie graffiti is ook. En wat doen ze? Ze maken een woord heel ingewikkeld, dat je bijna niet meer kunt lezen. En dan vervolgens zetten ze daaronder een handtekening, een tag, heet het dan. Zet je voeten tegen elkaar. Pak je voeten mee. En dan ga je naar beneden. Thank you.
En dan weer even schudden. Nou, dan pak je even zijn naast bed. Schouder. En dit is gewoon. En? Wat is het? Heb je wel? Wat is je weer? 7 seconden. En dan weer even los. Nou, andere been. Nou, 7 seconden. En dan weer loslaten. Oké. Okay. Nou, dan hebben we het kleine rechtsgedeelte gehad. Kan aan het einde natuurlijk nog gedaan worden, maar het is in ieder geval de basis. Nou, dan gaan we de eerste beweging. Gaan we op de knieën zitten. Oké, okay. Eerste wat je doet is al zitten, even je elleboog in je buik leggen. Probeer daar een beetje de buiging mee te maken. Je hand naar de zijkant. Inderdaad. Ja. Datzelfde ga je dan doen, maar dan op de grond. Dus het eerste hand neer. Maar dan naar de buitenkant. Dan ga je dan rustig op de leuning met de buik. Zet je andere arm tegen de zijkant van je lichaam aan. Om het extra ondersteuning te geven. Je benen wijden en klaar. Zo wijd mogelijk. En dan ga je naar beneden leunen. Je mag ook op je hoofd leunen, dat is het allemaal. Netjes. Goed zo, jullie hebben hem allemaal door. Oké, even kijken. Dan kunnen we doorgaan naar de volgende beweging. Dat is de volgende. Benen een klein beetje uit elkaar. Dan maak je, zet je armen even zo in. Dus dan voel je dat je hier je voeten. En diezelfde hoek ga je nu onder je knieën plaatsen, onder je knieholtes. Dus je moet zorgen dat je ongeveer je elleboog, ga je elleboogpunt, onder je knieën zit. Nou, dan zit je eerst zo. Zet je een klein beetje uit het raak. Dan kom je zo even met je benen omhoog te zitten. Nou, als je dat eenmaal hebt, goed zo. Dan ga je omhoog. Nou, net. Oké, dat is dan ook een klein beetje anders voor degenen die het zo moeilijk vonden. Kom maar staan. Zet je voeten een klein beetje uit elkaar. Ja. Dan zak je door. Ga je met je armen naar achteren. En je probeert je een klein beetje te bogen naast je voeten neer te zetten. Je mag je voeten wat meer dicht naar elkaar doen als het makkelijk is. En dan ga je achterover doen. Oké, dames, welkom op de Jamee Workshop. We gaan een hit doen. Een hit heet Toegadak. En zo meteen komen de breakdance onderbij. En dan gaan we de Toegadak spelen. Break this. Ik doe hem één voor. Hij gaat zo. Dan is het meestal ook niet uit, ja? Maar het is te veel in één keer. Dus wat ga ik doen? Ik ga per tel, ga ik 6 stukken erbij. Het is een vierkantsmaat, dus we tellen tot 4. Dus het is
jij, ik herinner me nog, toen jullie begonnen met de breakdance, toen gingen jullie op straat. Ja. Met, eerst met zo'n zeiltje en dan met al die kinderen uit de buurt en zo ook allemaal. Ja, zo is het inderdaad een beetje begonnen bij ons met breakdance. Dus gewoon een vriend van mij die was begonnen met breakdance. En uiteindelijk zijn ik en mijn broertje daar zo ook in gerold. En we gingen altijd buiten op straat bij ons in de buurt breakdansen. Daar kwamen dan altijd kleine kinderen omheen, want dat was voor mij een speeltuintje. En die wouden dat ook allemaal leren. Dus dan zo ben ik er een klein beetje ingerold in het lesgeven van breakdansen. En nou, uiteindelijk allemaal projecten gaan doen bij basisscholen. En enigszins een beetje simpele basis van het breakdansen samengesteld, dat snel geleerd kan worden. En nou, wat niet te ongevaarlijk is, of niet te gevaarlijk is, of zoiets dergelijks. Ja, maar soms kinderen, het is ook trouwens heel, niet cultureel gebonden, want je doet het ook op die Burundi-dag, dat die kinderen ook allemaal, die zijn er net zo snel met weg. Ja, inderdaad, het kan eigenlijk een beetje overal ingezet worden waar kinderen activiteit nodig hebben. Ik bedoel, kinderen die, of ze nou rondrennen of ronddraaien op de grond, bezig zijn ze toch wel. Je doet dit vaak, hè? Ja. Wat doe je nou nog allemaal met die kinderen? Jamlessen geven? Eigenlijk alleen maar muzikale dingen. Ik heb ooit een voorstelling gemaakt met de bedoeling die echt voor de kinderen te geven. En toen bleek al snel dat ik meer meestertrommelaar ben dan acteur. Dus toen heb ik het snel omgebogen naar een voorstelling waarmee ik 3 middagen met kinderen ging oefenen. En dan met de kinderen zelf de voorstelling ging uitvoeren op de school. Dat is ook een heel leuk project. Maar vooral, ik vind het vooral leuk om de kinderen zelf aan het werk te zetten en ze vooral het gevoel te geven dat ze dat zelf aan het doen zijn.